Geruchten als Saul Steve Meyer naar Israël zijn afgereisd om daar zijn geloofsbrieven aan te bieden, zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkend. In het persbericht laat het ministerie weten dat Meyer juist geadviseerd is niet meer te vertrekken. In de media was er een bericht verschenen dat Meyer naar Israël was afgereisd omdat hij voor de beschuldiging van seksueel misbruik benoemd was tot de niet-residerende ambassadeur van Israël. Als ambassadeur zou Meyer zich moeten inzetten voor het binnenhalen van investeringen. Het ministerie van Busa heeft echter niet aangegeven waarom Meyer is geadviseerd om niet meer af te reizen naar Israël.